Rup Goedje Kijk, Darwin Sterk, Binky van Nita Sterk. En vandaag gaan we ons islamitische broeders helpen. Iets sterk is voor iedereen, maakt niet uit wat je afkomst is. Wij gaan jullie vandaag helpen met de Ramadan voor de aankomende, het begint 6 juni, dacht ik. En het eindigt duurt een maand, hè? Een maand daarna. Dus voor die maand gaan we jullie even informeren hoe jullie je fitnessleven kunnen combineren met Ramadan op onze manier. Meest efficiënt. Oké, veel mensen bij de Ramadan zijn vooral bang dat ze spierverlies leiden omdat ze een hele lange tijd niet mogen eten. En dat is gelukkig niet zo, want er zijn zelfs mensen die het zo gewoon altijd doen. In de manifesting heb ik vorige keer ook al in een andere video ook al verteld. Er zijn gewoon mensen die serieus 23 uur niet eten en alles in 1 uur eten. Dus dat is gelukkig niet zo. Maar wat wel een probleem is, is dat je het ook niet mag drinken. En dit is vooral een probleem voor trainen. Want je training gaat hier wel onder lijden. Dus hebben Billy en ik hebben even doorgenomen naar de tijden. Ik zal ze nog even bijpakken, geen fouten maken. De allereerste dag, op 6 juni, gaat de zon onder om 21:58. Dus 10 uur, laten we zeggen. Nou, voor de mensen die bij Basic Fit zitten, die 24/7 open zijn, die hebben het goed, zeg maar. Die kunnen eigenlijk gewoon trainen als ze in de avond kunnen trainen. Niet, weet ik veel, heel vroeg moeten gaan slapen, maar dat lijkt me niet als je Ramadan hebt. Dus voor mensen die 24/7 open hebben, zoals hier in Nijmegen heb je er één die 24/7 open is. En volgens mij heb je er best veel de grote steden. Die, voor hun zou ik zeggen, eet gewoon om 10 uur. Weet je, eet je ding, doe heel rustig. Je kan gewoon rustig aan doen, laat het wat zakken en alles, weet je. En eventueel ga je om 11, 12 trainen. Weet je, die mensen overleven voor de rest van de dag. En dan zul je niet veel onder lijden. Zorg dat je calorieën aantikt, je eiwitten aantikt. Weet je, voor die mensen heb ik niet heel veel meer te zeggen. Maar, voor de stervelingen, voor de andere stervelingen die niet geprezen zijn met zo'n fitness, want ons fitness is om 11 uur dicht. Je moet overdag trainen, hè? Dus, Of, ja, inderdaad, als je overdag gaat trainen. Maar als je overdag gaat trainen en je hebt de hele dag geen water gedronken, niks gegeten en wat dan ook. Ik heb ook op lege maag getraind, maar dan heb ik wel water gedronken. En dat maakt wel een groot verschil, want als jij geen water binnenkrijgt, en het is een hete zomerdag, dan gaat je kracht dan gaat achteruit, gewoon tijdens de training. Je hebt vocht nodig in je lichaam om maximaal te kunnen presteren. En als je dat niet hebt, ja, dan gaat je training achteruit. En als je een maand lang je training steeds meer achteruit gaat, ja, dan zal het ook wel resulteren ergens in kracht en spierverlies. Dus dat willen we niet hebben. Dus hoe wij het een beetje hebben opgesteld. Dus laten we uitgaan dat je rond 10 uur mag eten. Zou ik zeggen, je kan om 9:30 al. De meeste gyms sluiten volgens mij om 11 uur, toch? 11. We gaan voor 11 uit. Als je niet om 11 bent, ben je fucked. De meeste gyms die wij kennen gaan om 11 dicht. Oké, dus laten we zeggen, dan ga je al om 9:30 ongeveer naar de gym. Dan kun je al iets doen als cardio. Kan je rustig warm worden, inderdaad. En wanneer 10 uur dan is, wanneer je mag eten, dan zou ik ervoor zorgen dat je iets hebt met veel suiker, dat jou veel energie geeft. En iets als een sportdrank en water. Precies. Dus bijvoorbeeld 2 bananen, een extra en water voor de training. Dat doe je dan om 10 uur. En dan heb je waarschijnlijk nog een uur om te trainen en je bent wel wat meer opgeladen. Inderdaad. Dus dan zou je op zich wel een training kunnen neerzetten. Of iets met cafeïne trouwens. Ja. Ik zou niet zeggen. Ja. Kademonster, pre-workout, wat dan ook. Iets wat jou in ieder geval op dat moment veel energie geeft en dat je je vocht kan aanvullen. Dat is belangrijk. Ik denk dat je in een uur, 3 kwartier een best wel goede workout kan neerzetten. Ja, zeker. Dat is, denk ik, de beste manier voor trainen, zeg maar. Inderdaad, voor trainen. Nou, als je dan voor de hele dag verder gaat, inderdaad, voor thuiskomen. Want wat ik ook wil zeggen is, als je gaat bulken bent tijdens Ramadan, is moeilijk. Is heel moeilijk. Is denk ik moeilijk. Want je wil vaak bij het bulken wel meer dan 3000 eten. En natuurlijk zijn er de grotere jongens onder jullie, die kunnen vast wel 3000, 4000, 1, 2 maaltijden eten. Maar de meeste stervelingen kunnen dat niet. Dus voor de mensen die droogtraining zijn, is het niet zo'n probleem. Wat ik zou doen, we gaan ervan uit dat je 2500 calorieën moet eten. Dus bijvoorbeeld, je bent die eet die 2 bananen voor de training, wat dan ook. Je drinkt die extra, dan heb je nog 2000 over.
Nou, weet je, kom thuis, doe rustig aan. Waarschijnlijk heeft mama iets lekkers gemaakt. Wat maar al die lekkere... Burek. Wat noemen ze wat de resten? Ik heet dan Burek, Jalamaat. Jalamaat, Burek, Laat. Soeberek. Pastermaai. Holla, die is gruwelijk, man. Die is echt lekker. Wat heeft je moeder van mij maken? Hé, hey, die was niet goed, man. Was is je shout-out tegen mijn moeder? Mag ik een keer komen eten? Laatst als vergeet. Oké, we gaan verder. Oké, dus dan zou ik het zo doen. Dat je, dus dan heb je nog 2000 calorieën over. Dan ga je salama, burger eten, wat dan ook. Ik zou het wel tellen. Dus ik weet dat mama graag veel eten maakt. Maar ik zou het wel tellen. Zeg je, mama, geef mama een fitnessspel. En later als je het even afwegen. Ja, dan zou ik dus ongeveer 1200 dan eten. En dan had ik ook gekeken. Dat hadden wij ook al bedacht. Ja. Probeer sowieso zoveel mogelijk water te drinken tijdens de uren dat het mag. Nou komen we bij de zonopgang. En die is om 5:50. Jezus, wat vroeg. Ik zou ook nog geen Ramadan doen. Grapje, dat mag ik niet zeggen. Maar een grapje. Je bent toch een moslim. Kijk, daarom, kijk, katholiek hè. Nee, laat me nou even. Mocht je denken van switch van geloof, katholiek. Nee, maar luister, dat in Italiaan, daarom zijn al die Zuid-Europese landen zo fucked up. Dus je mag een misdaad plegen of wat dan ook. Je mag goed doen wat je wil. En dan kun je gewoon opbiechten. En dan is het goed, want de Lord vergeet, dat is zo. De Heer vergeeft jou wel. Dat is, als jij opbiecht, of je koopt het af. En dan is alles goed, want iedereen wordt dan vergeven. Daarom, je kan doen wat je wil, opbiechten. Oh, in ieder geval, gaan door naar Ramadan. 5:50. Ja, weet je niks zou ik zeggen? Is zet hem rond. Kwart voor vijf uur. Een wekker. Ja, en dan gaan we binnen. Als je dan wakker wordt, zou ik zoveel mogelijk water drinken. Omdat je gewoon door de dag heen helemaal geen water meer mag. Ja. En dat lijkt me een heel goed idee, zodat je door de dag heen wel een beetje... vocht hebt. Dat je zoveel mogelijk water load nog voordat je niet meer mag. Wat ik ook nog zou doen, is ik zou calorieën voor dat moment overhouden. En dan denk ik aan langzame koolhydraten. Dus iets wat je misschien, weet ik veel, een beetje gevoel geeft, wat je langer energie geeft. Dus misschien hou je zo'n 800 à 1000 calorieën over aan, weet ik veel, zoete aardappelen, havermout, dat soort dingen. Gewoon dingen, volkoren pasta, volkoren rijst, die dingen, weet je wel. En dat gecombineerd met zoveel mogelijk water. En zout, dan hou je het meer vast. En dan moet je gewoon strijden door de dag heen. Oh ja, ik zou geen high intensief cardio doen, omdat je lichaam het niet echt aan kan. Als je voor de mensen die droog gaan nog door de dag heen gewoon met de cardio doen, heel rustig aan, gewoon dingen als lopen, ja. Rustig fietsen, dat soort dingen wat wij eigenlijk ook altijd doen. Ja, voor de mensen die voetbal of wat dan ook, voor andere sporten, nou, wordt lastig. Moet je maar gewoon bikkelen. En dit is de... Ja, je hebt ook voetbal en alles in Ramadan. Wedstrijden. Ja, het is het. Doe kan. We zaten in de allochtone team, we allemaal Ramadan. Ja, het is het doen, maar het is wel heel belangrijk dat je daarna wel genoeg gewoon goed eet en goed drinkt. In de avond. In de avond, ja. Anders zou je veel massa gaan verliezen. Voor als je aan het kutten bent. Juist. Dus, tik je eiwitten aan. Ik zou niet op helemaal lege maag trainen, dus hoe wij het zeggen. Ook niet, ook niet te vol, anders kan je niet trainen. Laat wel een beetje zakken. Ja, dus dan, als je gaat trainen nadat je hebt gegeten. Iets met veel suiker, cafeïne, bla bla. En tik je calorieën gewoon aan de avond. Veel vocht voor voordat de zon opkomt. Dan ga je weer slapen. Denk eraan, geen seks, geen alcohol. Sowieso niet, hè? Oh, dat mag al sowieso niet. Allemaal natuurlijk. Bof ook. Ben helemaal fout in. In ieder geval. Like de video als je hem leuk vond. Sorry Nederlandse mensen. Misschien wil het Nederlands ook een keer allemaal even proberen. Dan zou ik het zo doen. Volg ons op Instagram. Ruben knikt nee. Ik denk fuck dit allemaal. Ga gewoon lekker eten één dag. Kan ook.
Abonneer op ons kanaal. Abonneer je. Als je nog niet geabonneerd bent. De vernedering overnemen. Volg op Snapchat. En natuurlijk geef een like op Facebook, want die kanaal... Oh, kanaal. Kanaal? Beetje jongen, ik kan nog niet begonnen met Lemon in de war. Pagina heeft wat meer likes nodig inderdaad, Instagram, alles kan meer. Maar we doen het allemaal voor jullie, snap je zo. Hoe meer mensen het zien, hoe meer mensen geholpen worden. En dan maken we van Nederland een fitnessland, jongen. Iedereen shred het. Hey, guys, peace. I just wanna roll like down. I just wanna roll like down.